Bert. Nou, Bart. Volgens mij wordt het een bijzonder spannende dag vandaag. Ik hoop het. Want we gaan iets doen waar jouw eigen vrouw Ine helemaal niets vanaf weet. Helemaal totaal niks. Nee, wat gaan we doen als het aan jou ligt? Nou, ik wil graag hebben dat contact tussen Ine en Pascal weer goed komt. Ik heb zelf ook een zoon, wij zijn hertrouwd. En ja, ik heb goed contact met mijn zoon. En ja, Pascal die is een tijdje tussen 2,5 en 3 jaar niet thuis geweest. En we worden allemaal ouder. En straks gebeurt er een keer iets. En dan is het huilen. De band tussen moeder Ine en haar zoon Pascal was altijd heel hecht. De eerste spanningen en irritaties ontstaan zo'n 10 jaar geleden... als de 21-jarige Pascal iets krijgt met de 12 jaar oudere Olga. Olga die had een kind uit een heel vroeger huwelijk. En uit een tweede huwelijk heeft Olga 3 kinderen. En toen is Pascal heeft haar op internet leren kennen. En die is daar naar Dordrecht gegaan. En die is daar gaan wonen. Ik was er misschien ook wel een beetje op tegen... 21 of 22 jaar en dan met een vrouw met 4 kinderen... je steekt toch de voet onder andermans tafel, hè? En ja, op een gegeven moment heeft Pascal een huis gekocht. Hebben ze eerst een tijdje bij ons gewoond... en op een gegeven moment werd dat wel een beetje knetteren. Omdat bij jullie in huis? In huis gewoond, Pascal en Olga. Maar met kinderen ook of niet? Nee, niet met kinderen. Tot op een gegeven moment dat... ja, ik was werken, Ine was werken, Pascal was werken... en Olga die was alleen thuis. En dan kwam Ine 's middags thuis en dan... ja... rondkijken en dan was er bijvoorbeeld om de kopjes heen gestoft. En Ine heeft een beetje een... ja, een beetje grote mond. En oh, wat denk zij maar niet. En wij met z'n drieën werken zijn de hele dag hier gaan zitten. En ja, dat pakt ze natuurlijk Pascal ook weer. Hè. En op een gegeven moment heeft Ine gezegd van... nou is het einde, dan en dan moet jullie eruit zijn. Irritaties dus tussen moeder en schoondochter. Pascal en Olga gaan het huis uit en een tijd lang gaat het wat beter. Totdat Olga haar brommer aan Ine geeft. Wat voor brommertje was het? Een Thomas. Een blauwe. Wilden ze er wat voor hebben, Olga? Nou, dat is, wat ik nog begrepen heb, is het van... ja, heb ik volgens mij gezegd, of Ine, wat moet je daarvoor hebben? Nee, dat hoeft niks. En doe maar. En nou, ja. Zei Ine van, weet je wat ik doe? Dan neem ik zelf, of ik, dat weet ik niet meer. Neem Olga een keer mee de stad in en kleed Olga een keer opnieuw aan. Nieuwe kleren, nieuwe broek of nieuwe jurk of weet ik het wat. Dat was de deal? Zo, nou, dat zou ik leuk vinden. Of Ine. Nou, want dat is eigenlijk nooit meer gebeurd. En dit gedoe om het wel of niet wat geven voor een tweedehands brommer... heeft een jarenlange ruzie veroorzaakt. Ik zeg, tijd om op pad te gaan. En natuurlijk, op de brommer. Eigenlijk best wel ongelooflijk, hè? Een moeder en een zoon al 3 jaar helemaal geen contact. En waarom? Dat is me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Eén ding vermoed ik wel, dat ik vandaag te maken krijg met 2 bijzonder koppige mensen. En om te beginnen ga ik eerst maar eens langs bij de moeder van Pascal en dus de schoonmoeder van Olga, Ine. Zij kreeg de brommer in de tijd, zou er wat voor geven, maar dat is er dus nooit van gekomen. Maar of dat nou het werkelijke probleem is? Ik ben gezien. Reeds. Klinkt als een kleine hond. Hallo. Groot, ja. Nou, hallo. Ik ben Bert. Had ik al gezien. Echt waar? Wie ben jij dan? Ine. Mag ik jij zeggen? Ja hoor. Ine, loop eens even met me mee. En dan? Nou ja, even, ik wil je even iets laten zien. Normaal kom ik altijd met de auto. Ja. Zag je me aankomen? Nou kom je op Thomasje. Ja, je kent dit. Ik heb er ook één. Maar je hebt ooit volgens mij ook een tweedehandsje gehad. Ja, die was van mijn schoondochter. Oké, okay. Was ook een Thomasje. Ja. En die was 100 euro. 100 euro? Dat vind ik niet meer. Ik vind het een fijn brommertje, moet ik zeggen. Is het ook. En op datzelfde fijne brommertje scheuren we ook maar eens even langs bij Pascal. En eigenlijk hoop ik dat ook zijn vrouw Olga thuis is, want, zo wordt me steeds duidelijker, die speelt ook een behoorlijke rol in dit conflict. Ik moet zeggen, het bevalt me uitstekend, een brommer. Zeker met dit weer. Dag. Hoi. Ik ben Bert. Pascal. Pascal, loop eens even met me mee. Ik ben vandaag op de brommer. Ken je dit, zo'n type brommer of niet? Ja, ik ken ze. Ja? Mijn vrouw heeft er altijd eentje gehad. Ach waar? En dat is mijn vrouw. Hallo. Dag. Ik ben Bert. Olga. Dag Olga. Ja, je schrikt je wild, hè? Ja, behoorlijk. Kom eens een klein stapje naar voren. Ken je dat? Ja, dat is een Thomas. Juist. Daar heb je wel eens op gereden vroeger, hè? Ja. Ja, je hebt hem niet meer nu? Nee. Wat heb je ermee gedaan? Verkocht. Aan wie? Ja, aan mijn schoonmoeder toen. Aan je schoonmoeder? Heb je er wat voor gevangen? Nee. Wat heb je ervoor? Familie. Is familie dus, ja. Ja, maar ja, hey, ho, het brommer heeft toch waarde? Ja. Heb je hem weggegeven? Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja. Hof van Thomas. Dit is toch niet van familiediner, ja? Zou je het leuk vinden? Nee. Ga zitten. Ik vind het nu al bemoedigend, deze eerste reactie. Oh, alleen de grote hond, zeg ik nog, maar die doen we mee. Oh, dat is heel fijn. Ik kom maar even bij zitten. Nou, vertel het maar. Vind eng? Ja. Nee, dat is het helemaal niet. Maar ik begon natuurlijk niet van niks over die Thomas. Want ik heb begrepen, je hebt een brommertje gehad. Dat heb je ooit aan jouw moeder weggedaan, hè? Ja. Hoe is dat nou precies gegaan? Nou, ik verloor een baan. Want ik reed bedrijfsauto. Daar heb ik een ongeluk mee gehad. Dus dat was over. Toen zegt Olga, mam, ik heb een Thomasje staan. Die mag je dan wel hebben. Ja, maar voor niks gaat de zon op, dus zeg maar wat je ervoor moet hebben. Ja. Nou, geef me 100 euro. Ik zeg, ja, jij 100 euro? Nee, die wil ik nog niet. Als wij zomaar in de keer naar Nijmegen gaan, dan gaan we hem met z'n tweeën samen verbrassen. En? Nou, ze liggen nog boven. Hoe komt dat? Ja, ze heeft er niet meer om gevraagd. Had ze het bedrag gereserveerd voor jullie? Ik zou het niet weten. Denk het misschien wel. Dat, niet waar ik me eigenlijk druk over nee, maak. Nee, daar maakten we ons helemaal niet druk over. Dat interesseerde ons ook helemaal. Het ging erom dat zij er gelukkig mee was. Dus jij had misschien een keer moeten zeggen... Hé, Olga, wij gaan nog even naar Nijmegen of waar dan ook naartoe. Hun wonen daar. Waar? En Pascal had daar werk in Breda. Nou goed, dan ga je naar Breda. Hoe moet ik daarheen? Met de trein? Dat weet ik niet. Nou... Dus niet. Maar hadden jullie wel in je achterhoofd een beetje gevoel... er moet wel een keer even iets afgerekend worden? Nee, helemaal niet. Nee. Waar is het dan wat jullie betreft uiteindelijk echt op stuk gelopen? Op het contact eigenlijk dat we elkaar niet meer bellen. Wat was de reden voor jou om op een gegeven moment te zeggen... nou, stop ik ermee? Het vergeten van je verjaardagen. Het vergeten met Bart's verjaardag. Daar begon het dan mee. Ja, dan ben ik dus gewoon een harde om te zeggen van... ja, we zijn 9 februari, dus... Huh? Het lijkt wel of dat een dwangneurose is van haar of zo, ik weet het niet. Wij moeten één keer bellen, dan belt zij één keer terug. En als wij dan vergeten te bellen, zij zal dan ook nooit geen contact meer opnemen. Kerstkaart gestuurd, kreeg niks terug. Dat jaar erop, kerstkaart gestuurd, kreeg er wel één terug. Afgelopen kerst kreeg er eentje terug. Ondertussen is Bart 50 geworden. Kaart gestuurd, laat helemaal niks van de rijken weten. Ja, dan houdt het voor mij op. Je moet weten waar we wonen. Kom dan langs. Laat dan ook eens een keer zien tot het van jouw kant af een keer wil. Waarom moet het altijd van ons uitkomen? Doe ik niet. Ik heb ze genoeg geholpen. Ik heb ze een paar keer al uit de put getrokken. Want ze hebben hier 2 keer ingewoond. En dan denk ik bij mijn eigen, ja, dan zoek ik het maar uit. Ja, dan mag ze van mij ook eventjes lekker in de eigen sop gaan koken. Ja, ik gebruik normaal gesproken andere woorden. Maar daar schiet je niet veel mee op. Nee, je schiet er niks mee op, maar het is hun leven... Ja, maar en ik heb hier mijn leven. Ja, maar je bent wel moeder en zoon van elkaar. Ja, er loopt wel vaker wat mis. Hoort erbij het leven. Ik hoort erbij. Heb jij het idee dat er altijd wel een beetje kritiek op jou is ook? Ja, maar dat komt omdat ik ouder ben. En waar is dan de kritiek vooral op? Is dat... Het niet werken en... Denken dat ik niks doe, terwijl ik mij letterlijk en figuurlijk... en dat mag ik wel pas vragen, echt mijn poten uit mijn lijf loop voor mijn gezin. Dat is gewoon een feit. Aha, dus veel meer dan dat hele brommerakkefietje... is er de kwestie dat Olga het idee heeft... dat ze door haar schoonmoeder gewoon niet wordt geaccepteerd. Ja. Maar het is geen klein huis, maar om daar met 2 stellen te wonen... lijkt me ook niet niks. Nee, want Pascal werkte wel. Olga was de hele dag thuis. Ik heb in de tijd ook gewerkt, ja. Okay. Tot mijn gezondheid het een beetje... Bij die, En toen kon je op een gegeven moment niet meer werken? Nee, dat gaat ook echt niet meer. Wat had je? Ik ben longpatiënt. Ja, en dan deze dus nog wel eens een keer zeggen van... ik heb het hele huis gepoetst. Ja, was ik natuurlijk wel blij mee. Mm-hmm. Ja, maar ja, dan kwam je 's avonds en dan ging je zitten. En dan zei ik van, hoe dik was jouw boek? Hoezo? Ik zei, volgens mij is het boek uit. Ja, ik zei, zie het. Ik zei, spinnenwebben komen onder de kast uit. Zo hard heb jij gepoetst. Je kon ook nooit niks goed doen. Als je een keer gestofzuigd had, was mijn moeder al gelijk weer zo van... ja, en dit en dat, en dit is niet goed, en dat is niet goed. Constant het blijven drammen op... je moet gaan werken, dit en dat. Ja, en dan was ik de boeman. Vrouw? Ja, en dan is het van, ja, ik doe bij je moeder nooit iets goeds. Ik zeg, ja, dat doe je wel. Maar ik heb veel liever dat ik het werken. Mag ik even een sigaretje pakken? Heb je er behoefte aan? Ja. Ja, het staat stork op... Maar ik dacht dat jij net zei dat je een longaandoening had. Ja, maar dat is, zonder mijn sigaretjes kan ik niet. Ja, die heb ik ook. Wat moet er nou gebeuren om het wel weer een beetje...
Ik denk dat ze zelf als eerste contact moeten zoeken. Als ze weer begint en weer met kritiek, ja, dan trek ik gewoon de stekker eruit. En dan is het gewoon afgelopen voor mij. Dan hoef ik er ook nooit meer te zien. Nee. Dus ik leg bij jou een uitnodiging neer. Ja. En ik ga diezelfde uitnodiging bij je zoon neerleggen. Ja. Wil jij, als ik dadelijk weggebrommerd ben, ja, wil je erover nadenken of jij misschien op die uitnodiging in wil gaan? Ja, daar wil ik wel over nadenken, ja. Oh, ik weet al, dit is het diner. Het programma diner. Ja, ik ken dit al. En wat denk je dan bij jezelf? Van mijn levensdagen nooit dat ik daaraan begin. Dat is weer ik heb het al zo vaak tegen hem gezegd. Ik zei, de eerste, de beste die voor de deur staat, klap ik gelijk die deur dicht. Zou je er blij mee zijn? Ja. Mis je hem ook? Ja. Moet dat nou? Dubbel, hè? Dat is de enige wat ik heb. Ja. Is toch ook wel weer onbegrijpelijk dan, toch, of niet? Dan zeg je, het hoort erbij en dan ben ik koppig en ik doe het niet en je zit er eigenlijk hartstikke mee. Ja, maar verdriet zet wel hoog. Ja, maar waarom doe je dan niks? Ja, maar waarom moet het altijd van moeders afkomen en nooit van de kinderen? Nee. Ik heb zelf voor hem gedaan. Ja. Nou, maar ik had er wel even heel goed over nadenken, want... Ja, wij zijn niet zo van... Nee, ik moet even, toch even... Er is een hoop misgegaan. En er zou vandaag weer een beginnetje gemaakt kunnen worden. Nou Bart, het moment waar we bijna de hele dag op wachten. Ja? Jij hebt er nog geen benul van hoe mijn gesprekken geweest zijn natuurlijk. Nee. Nou, de eerste limo is langs geweest bij jullie eigen huis. Dus jouw vrouw Ine is ofwel of niet ingestapt. En dat gaan we nu als eerste zien. Ine, hartelijk welkom. Hey, Schat. Hé? Oh, kom maar rechts aan. Recht over. Ik ben blij dat je er bent. Ja. De reden dat je bent ingestapt, Ine. Ja, toch diep in je hart, hè. Het is een blijfje kind. En dan is het nu de grote vraag of dat kind samen met zijn vrouw ook instapt. Pascal en Olga leken eerder die dag niet meteen heel enthousiast. Aan de andere kant hoop ik dat ook zij snappen dat dit wellicht de kans is om het na jaren weer bij te leggen. Olga en Pascal, allebei. Kom er maar uit. Hi. Hartelijk welkom. Dankjewel. Wat goed dat jullie er allebei zijn. We hebben netjes omgekleed, zie ik. Ja, schone trui overgetrokken. Veel tijd hadden we niet. Gaat goed? Nou, een beetje benauwd. Okay, dat is meer eigenlijk de spanning. Dus. Okay. We gaan heel snel naar binnen. Maar hebben jullie overleg met elkaar? Ja. En wat heeft de doorslag gegeven? Of wie heeft de doorslag gegeven? Nou, ik denk eerder dat ik dat ben geweest. Ja. Jij zegt meteen ja. Had jij het niet gedaan? Nee. Maar je staat hier wel. Ja, ik heb eerst toch zoiets zo van... Ik moet me eigenlijk dan toch van mijn goede kant laten zien en dan toch gewoon meewerken aan de stap. Want ja, ook ik wil graag weer dat het contact goed gaat. Okay. Ik heb ook gezegd, van, die kans moet je gewoon pakken. Ze wordt er ook niet jonger op. Nee. En ja, je krijgt toch, als er wat gebeurt, krijg je er spijt van. Goedenavond. Mist. Dat is het, hè? Oké. Ziet het slecht uit? Nou, ik durf er bijna niet tussen te komen. Hoe vind je dat ze er zijn, Ine? Geweldig. Ja? Ja. Het was geen makkelijke beslissing. Nee. Wat heeft jou het meest zeer gedaan de afgelopen tijd? Wat constant het draagvlak in ieder geval is, dat je iedere keer commentaar hebt. Nou, ben ik het niet helemaal met je eens, Pascal. Kun je het vertalen? Want voordat we nou verwijten gaan maken... Nou, dat was dus ook niet de bedoeling. Daar waren we hier dus ook niet voor. Je wilt graag goed hebben met je moeder. Mag ik dat concluderen?
Dus vertaal eens wat je moeilijk vindt. Vertaal het nou eens in een vraag naar je moeder. Gewoon het verleden laten rusten. Zijn jullie hier blij mee? Ja, super blij. Ik ja? wil ook nu echt die strijdbel gewoon weg. Zand erover klaar. En gewoon klaar. Daar ben ik me overkomen eens. Ja. Weg, ja. Slaan, ja. Einde en we beginnen vooraf aan.